Hallo allemaal, welkom bij deze instructievideo. In deze video wil ik jullie het vierkantje van week 12 van de crochet along Last Dance on the Beach laten zien van scheepjes. Dit vierkantje is ontworpen door Tammy van Canna Dutch en natuurlijk ter nagedachtenis aan Marinke. Voor deze week heb je ook weer garen uit je pakket nodig, de Color Crafter of de Merino Soft. En kijk ook even op het patroon precies welke kleur je deze week nodig hebt. Een paar woorden over haaknaalden. Ik heb deze week een 4 mm gebruikt voor mijn Color Crafter en een 4,5 voor mijn Merino Soft vierkantjes. Echter, ik weet dat er heel veel mensen zijn die een paar haaknaalden groter zijn gegaan deze week. Als gevolg van alle halve vasten die er in dit patroontje zitten. Want die halve vasten maken het lapje best wel strak en ook wat kleiner. En als je ze niet soepel genoeg maakt, dan wordt je lapje echt een stuk kleiner. En dan is het gewoon makkelijker om een haaknaald groter te pakken. Dus ik heb een 4 en een 4,5 gebruikt, maar misschien heb jij een heel andere maat nodig. Ik neem je ook deze week weer door de rijen dat het patroon herhaling opmaakt. Dat is in dit geval de eerste 4 rijen plus een basisrij. Die laat ik jou stap voor stap zien. Ik hoop dat het een nuttige video voor je is. Bedankt voor het kijken. Met een opzetlus op je haaknaald beginnen we met 34 lossen. 1, 2, 3, 4, 31, 32, 33, 34 lossen. Nu gaan we terughaken op deze lossen om de opzetrij te maken. We gaan een hele stel halve vasten maken. En om het leven voor mij makkelijker te maken, heb ik een aantal steekmarkeerders die ik ga gebruiken om de halve vaste te markeren. Omdat het soms moeilijk kan zijn om die halve vaste te zien als je weer terugkomt van welke rij had ik nou gehaakt, welke is de bovenste rij. Dat soort dingen kunnen wel eens een beetje lastig zijn. Ik begin op de tweede losse vanaf de haaknaald met een halve vaste. Dus als de tweede losse haken we een halve vaste. En het is belangrijk dat je deze steken niet te strak maakt, want die halve vaste heeft niet echt heel veel ruimte om te bewegen. Dat zijn vrij kleine steekjes. Nog eens 3 halve vaste op de volgende 3 steken. Dat is 1, 2 en 3. Ik heb nu 4 halve vaste. Wat ik nu ga doen is op die laatste die ik heb gehaakt, ga ik even een steekmarkeerder schuiven. En ik schuif hem vanaf de andere kant. Dus puur omdat als ik straks terugkom, dan heb ik hem voor het grijpen. Want kijk, als ik hier dus nu een steekmarkeerder inzet, dan weet ik van, oh, dat is de bovenste rij steekjes. En niet per ongeluk dat wat hieronder zit. Het is gewoon puur om het voor mij makkelijker te maken. Als jij dit niet makkelijk vindt, gewoon niet doen. Dat is prima. Ik heb dus nu 4 halve vaste. Dat was de eerste plus nog 3. Dan ga ik 5 half stokjes haken op de volgende steken. 1, 2, 3, 4, 5. Half stokjes. We gaan weer verder en we haken nu 5 halve vaste. De volgende steek weer een halve vaste. Deze eerste halve vaste ga ik weer markeren, zodat ik weer straks weet precies waar die zitten, die halve vaste. Dat was 1, 2, 3. 4. Dus dit is nummer 5. En voor het gemak ga ik hier ook even een steekmarkeerder in schuiven. Zo. En dit blijf je nu herhalen tot het eind van de rij. Dus nu gaan we weer 5 halve vaste doen. Of sorry, 5 half stokjes en dan weer 5 halve vaste. Het zijn heel veel halfjes dit patroon. Dus nu weer 5 half stokjes. 1, 2, 3,
5 halve stokjes en nu weer 5 halve vaste. 1. En die halve vaste doe je niet te strak. 2. 3. 4. En 5. Ik haak hier weer een steekmarkeerder op de eerste. Of die laatste die ik net heb gehaakt. Dan weet ik straks weer precies wat de bovenkant is. Nu weer 5 halve stokjes. En we sluiten af met halve vaste op de laatste 4 steken. Je hebt nu nog 4 over. Je ziet er 1, 2, 3, 4. Op deze 4 ga je 4 halve vaste maken. Dus 1, 2, 3, 4. Je hebt nu je opzetrij gemaakt. En nu kunnen we ook echt met rij 1 van het patroon beginnen. We gaan nu beginnen met rij 1. En wat belangrijk is, vanaf nu gaan we alleen in de achterste lussen haken. Dus ieder, ongeacht welke lus je voor je hebt, altijd de achterste. We beginnen met 2 lossen. En keer je werk. En deze 2 lossen tellen nu als je eerste steek. Dus... En ook even naar goed naar boven kijken. Waar zitten jouw eerste steekjes? Dat zijn deze hier. Dit zijn jouw steken die we net hebben gehaakt. Dus hier ga je nu in verder. Deze eerste telt dus als een steek. Dus je hoeft niet in deze eerste steek te haken. Maar je gaat pas in de tweede beginnen. En ook alleen in de achterste lus. Dus dan is het een beetje goed kijken waar die achterste lus zit. Je ziet, ik heb hem hier de voorste, die moet je dus niet hebben, maar de achterste. En je gaat nog 3 halfstokjes in de achterste lus haken. Dus 1. En in het begin is het echt heel klein, dus het is ook echt lastig werken. 2. 3 halfstokjes. Heb je er 4 gemaakt, want die eerste heb je natuurlijk al... Dat is die, dus zijn die 2 lossen daar aan het begin. We gaan nu verder en we haken 5 halve vaste. Ook weer alleen in de achterste lus. Dus 1. Je moet je werk echt een beetje draaien om ook te zien waar de bovenkant van die steken lopen. 2. En ik haak die halve vaste bewust een beetje losser. Als je het moeilijk vindt om die los genoeg te houden, ga ook vooral een haaknaald groter. Als je die te strak maakt, dan wordt je werk gewoon heel klein. 5 halve vaste. En nu ben ik bij de volgende steken aangekomen. En ik zie hier die markeerder zitten, dus dit is een controlepunt van ben je nog op de goede lijn bezig. En heb je niet bijvoorbeeld per ongeluk hier een steek gepakt. Of daar. Zeker als je werk wat groter wordt... Kan dit gewoon heel lastig zijn om goed te zien waar die steken precies zitten. Ik ga hem gewoon ook weer hier op mijn halve vaste hier inschuiven. Zodat ik straks ook precies weet waar dat steekje zit. En dat ik ook alleen de achterste lus pak. Nou, ik heb net 5 halve vaste gehaakt. Dus nu ga ik weer 5 half stokjes haken. En ook weer alleen op de achterste lus van die halve vaste. Ik realiseer me dat het moeilijk is om te zien in het begin. Het is voor mij soms ook echt even goed opletten waar die lussen precies zitten. Dat je niet de verkeerde pakt. 2. Het is ook altijd je werk een beetje naar voren draaien. Dat je de goede lusjes ziet. 3. 4. En rij
of nummer 5 bedoel ik. Nu weer 5 halve vaste. Ook weer alleen op de achterste lussen. Houd alles in dit vierkantje vanaf rij 1 haakje in de achterste lussen. Je ziet dat ik mijn werk echt een beetje zo draai dat ik goed kan zien waar dat achterste lusje is. En 4. En 5. Ik pak mijn volgende steek, moet weer hierin zijn. Ter controle heb ik hier die steekmarkeerder zitten voor waar die halve vaste precies zit. Dan kan ik hem later goed terugvinden. Ik zet hem voor het gemak nu ook gewoon weer hier in deze steek die ik net gemaakt heb. De volgende steek haak ik weer 5 halve vaste. Of in de volgende 5 steken haak ik op ieder steek 1 halve vaste in de achterste lus. Dus 1. 2, 3, 4 en dan heb ik hier nog een steekmarkeerder zitten en ik pak alleen de achterste lus en nu weet ik ook dat ik gewoon op de goede plek nog zit. 5, weer 5 halve vaste. De volgende steken alleen op de achterste lus. 1, 2, 3, 4 en 5. En nu heb ik nog, als het goed is, heb je op dit moment nog 4 steekjes over. Hier ga je een halve vaste in haken. In die laatste 4. Ik haal die steekmarkeerder hier even uit. En die zet ik voor het gemak in mijn volgende. In mijn steek die ik net heb gehaakt. Die laatste steek hier. Die halve vaste. Kan ik hem straks weer makkelijk vinden. En dan nog 4 halve vaste in de achterste lussen. 1. 3. En die laatste hier, dat kan een beetje lastig zijn, want dat is echt dat laatste steekje. Dus niet die 1 losse, maar echt dat steekje. Dat, ja, dat is een beetje priegelen, dus doe daar gewoon, gewoon je best. Zo. Heb je rij 1 gemaakt. En dan zul je langzaam maar zeker zien dat hier een klein golfje begint te ontstaan. En de volgende rij gaan we hierop voortbouwen. Rij 2. We beginnen weer met 2 lossen. Deze 2 lossen tellen als jouw eerste steek. En nu gaan we weer op de achterste lossen, of lussen van de steken. Dus draai je werk weer naar voren. Hier kun je ook gewoon zien waar jouw steken lopen. Gaan we weer 3 half stokjes haken. Dus de eerste telt al als een steek, dus die moet je niet hebben. Dus de tweede. En dan haak je 1, 2, 3 half stokjes er nog bij. We gaan weer verder met halve vaste. Op de volgende steek, dat is dus waar ik nu de steekmarkeerder heb, is jouw eerste halve vaste. Pak je ook weer de achterste lus. Alles in de achterste lus. Dus dat was 1. Ik haal de markeerder eruit. En die markeerder helpt je ook gewoon om te zien precies waar de lijn is. Want dit is het lusje die je moet hebben. Dit is jouw achterste lus. Wat dit jouw steek is. Dat is de steek. En niet wat hiervoor zit. Je zou kunnen denken dat dat de steek is. Maar dat is niet zo. Want dit onderste lusje is van jouw vorige rij met halve vaste. En dit hier is jouw huidige rij met halve vaste.
Dus door die steekmarkeerders te plaatsen kan ik ook gewoon precies zien waar mijn rij is. Dus dit is nummer 2. Vier en vijf halve vaste. Ik markeer weer die laatste, dat ik gewoon weer precies weet waar die steek zit. Dat ik niet later per ongeluk dus in plaats van die steek bijvoorbeeld hier in deze hieronder zit. Weer vijf halve vaste op de volgende steken. Alles alleen maar in de achterste lus. Niet vergeten. Onthouden. Achterste lus. 2. 3. 4. En 5 halve vaste. Dus onthouden. Achterste lus. Nu weer 5. Sorry, 5 half stokjes waren dit en nu 5 halve vaste. Die halfjes, daar raak ik wel eens een beetje mee in de war. Dus dat is 1 halve vaste. Dus heb ik deze steekmarkeerder ook weer kunnen gebruiken om te zien precies waar dat steekje loopt. Dus 1. 2. 3. Nog een keer. 4 doen we nog een keer. Zo. 4 en 5. Ik haak hem er weer in. In die laatste halve vaste. Dat ik weer precies weet waar het steekje zit. We gaan nu verder en haken we 5 half stokjes op de volgende steken. Weer alleen in de achterste lussen. Dat is belangrijk om te onthouden. 2, dat is 5 half stokjes, dat is 3, 4 en 5. Zo. Volgende steek, die is weer aangeduid hier met een steekmarkeerder, maken we 5 halve vaste. Ook weer in de achterste lussen. Zo weet ik ook weer precies waar dat steekje zit. En niet te strak die halve vast. Die moet echt een beetje ruimte hebben. Dat is 1. 2. 3. 4. En haak mijn steekmarkeerder er weer in, gewoon puur om het leven voor mij een beetje makkelijker te maken. Als het goed is heb je nu nog 4 steekjes over, gewoon 3 echte steken die ze hier bovenop liggen. En nog die 2 losse hier van de keren, die 2 losse is ook een steek. Dus op deze laatste 4 ga je nog een half stokje haken in de achterste lussen. Dat is 1. 2, 3 is hier echt op die laatste steek en de achterste lus daar, dat is 3. En nummer 4 moet je dus op die 2 losse haken. En die kun je gewoon, ja ik prop hem er gewoon ergens tussen. Zo. En dat is dan de 4e halve vaste. Nu 2 rijen gehaakt, de andere kant is jouw voorkant. En dan begin je te zien hoe hier dit patroontje begint te vormen. Ik wil even een moment nemen om te kijken hoe we zijn qua maat. Zo aan het eind van rij 2 is misschien wel een mooi moment. Ik pak het proeflapje erbij. En ik leg mijn werk op het proeflapje. En dan wil je vooral kijken hoe je bent qua breedte. En je ziet, ik ben hier gewoon, ik ben heel tevreden hierover. Gewoon mooi binnen de rand. Dit ziet er gewoon heel mooi uit. Als je moeite hebt om die halve vaste los te krijgen, dan zul je merken dat je proeflapje echt
of dat je werk echt een stuk smaller wordt. En dan moet je echt gewoon een haaknaald of twee, misschien zelfs drie groter gaan. Als je daar een beetje moeite mee hebt. Het is gewoon heel lastig om die halve vaste genoeg ruimte te geven. Het is gewoon veel makkelijker, ga gewoon een haaknaald groter. Dus nu wilt gewoon dat je gewoon mooi op je proeflapje past. Ik ben hier tevreden over, dus ik ga vooral zo door. Rij 3. Beginnen we met 1 losse. Deze telt niet als een steek. Keer je werk. En nu gaan we beginnen door niet deze keer half stokjes, maar nu gaan we halve vaste als mee beginnen. En ook meteen in de eerste steek. En dat die eerste steek is ook is deze steek hier. Het is jouw eerste steek. Die daar. En je moet natuurlijk weer de achterste lus hebben. Tel alles in de achterste lus. Dus we gaan 4 halve vaste haken. De achterste lussen. 1. Ik maak ze ook een beetje losser. Geef ze echt de ruimte. 2. 3. En 4 halve vaste. Ik ga nu verder op de volgende steek en begin ik met een half stokje. En dit is de eerste weer van 5. En die steek daar, dit is een halve vaste. En het mooie is ook, omdat ik die steekmarkeer erin heb, weet ik ook precies waar die steek zit. Dan pak ik dus ook alleen maar de achterste lus. Dus 1, ik haal hem er even uit. Die ga ik gewoon mooi gebruiken voor de steek die ik net heb gehad. Die laatste halve vaste. Die ga ik hier gewoon inhaken. Het zijn vooral die halve vaste die moeilijk zijn om te zien. Die half stokjes, dat loopt meestal wel los. Maar die halve vaste kunnen gewoon heel lastig zijn om te zien waar ze zitten. Dus dat was 1. 2. 3. Nummer 4, allemaal in de achterste lussen. En 5 half stokjes. Nu weer 5 halve vaste. Als ik het ooit verkeerd omzeg, half stokjes, half vaste. Ik doe het goed. Ik zeg het misschien fout. Maar ik doe het goed. 3. 4 en 5 halve vaste op de achterste lussen. Ik haak weer een steekmarkeerder in die laatste steek. Dus ik pak vooral ook de laatste, want als ik dan straks terugkom, is dit de eerste die ik tegenkom. Net zoals deze hier. Nu weer 5 half stokjes. 1. Haak die steekmarkeerder er even uit. Nu weet ik weer waar het lijntje zit, zeg maar. Dus dit is deze, dus 2. Drie. Vier. Vijf. En nu weer 5 halve vaste. 1. 2, 3, 4 en 5 en nu weer 5 halve stokjes. 1, ik haal die steekmarkeerder eruit en ik haak hem in die laatste halve vaste. 1. Ik moet er weer 5 hebben. 5 half stokjes. 2. Alleen maar in de achterste lussen. Dus als je op een gegeven moment denkt van, hè, mijn vierkantje ziet er anders uit dan op de foto, durf ik bijna te wedden dat je de verkeerde lusjes hebt gehad. Heb je waarschijnlijk niet alleen de achterste lus gepakt, maar bijvoorbeeld ze allebei.
Of je hebt gewoon inderdaad gewoon hier ergens, ja, is het gewoon een beetje misgegaan met waar precies jouw steken lopen. Er waren weer 5 halfstokjes. En op de laatste steken, je hebt er nu nog 4 over, haak je 4 halve vaste. Dus 1, 2, 3. En die laatste hier, dat zijn weer een 2 losse, een keer losse. Prop je haaknaald ook gewoon daar gewoon even ergens in een lusje. En dan is dat 4. Als je echt voor alle zekerheid haak ik mijn steekmarkeerder in die 1 na laatste halve vaste. Dan heb je rij 3 af en nu begin je echt te zien hier hoe dit golfje begint te vormen. En dit is echt hartstikke leuk. Rij 4 beginnen we weer met 1 losse. Die telt dus niet als een steek, dat is puur om te kunnen keren. En we beginnen met halve vasten. De eerste steek, dus draai je werk ook echt weer zodat je de bovenste steken goed kunt zien. Terwijl ik heb die steekmarkeerder in de tweede zitten. Dus in de eerste en de achterste lus, alleen maar achterste lussen onthouden. 1. De volgende, dat is nu de tweede, dat is dus mooi deze. Ik kan mooi gebruiken die steek waar die precies zit. 2, ik haal hem er even uit. Ik moet 3, is dan even goed opletten waar dat lijntje loopt. Dan is dit hier nummer 3. En 4. En vooral als je halve vaste op halve vaste maakt, is het gewoon echt belangrijk dat je goed oplet waar die steek precies loopt. Want dan zijn die halfstokjes, dat loopt waarschijnlijk wel los. Het zijn die halve vasten die gewoon een beetje lastig kunnen zijn. We gaan verder met 5 halfstokjes. De volgende 5 steken. 1. 2. 3. 4. 5 halfstokjes en dan weer 5 halve vaste. De steekmarkeerder geeft weer de eerste positie van de eerste steek aan. Dan pak ik weer alleen maar de achterste lus. Dus 1 en even goed opletten. Kijk, je moet gewoon je werk gewoon goed naar boven draaien. Op het moment dat je zo gaat werken, zul je denken van oh, dit is de steek. Maar dat is niet zo. Dat is de steek. Dus gewoon goed je werk blijven draaien. 2. 3. 4. En 5. En ik haak die steekmarkeerder dan weer op die laatste. Dan weer 5 halfstokjes. 1, 2, 3, 4, 5. Weer 5 halve vaste. Eerste en die steekjes echt genoeg ruimte geven, die halve vaste. Dus 1, 2, 3, 4 en 5. Dan haak ik weer mijn steekmarkeerder erop. En dan weer 5 halfstokjes. Dus 1, 2,
4 en 5. En nog op dit moment, als het goed is, heb je 4 steken over. Ziet ze daar lopen. En op die 4 moet je nog 4 halve vaste maken. Dat is 1. Alleen in de achterste lussen. Oeps, nog een keer doen. 2. 3. En die laatste nummertje. 4. En als het, ja, dat is een beetje moeilijk om te zien, maar je hebt er in principe nog 1 losse zitten van het keren. Die laat je gewoon, die heb je niet nodig. En dan haak ik mijn steekmarkeer er weer even op de 1 na laatste. Dan was rij 4. En dat brengt ons ook aan het eind van de herhaling. Even kijken hoe het er nu uitziet. Dan zie je heel leuk die golfjes hier. En hier is het de volgende al gemaakt. Dus als je nu weer de volgende rij gaat bouwen, dan gaat deze wat meer definitie krijgen. Net zoals deze hier. Dus dit is in principe het patroontje. Dit ga je nu blijven herhalen. Dus de basis van het patroon is rij 1, 2, 3 en 4. Dit blijf je nu herhalen totdat je 29 rijen hebt. En om jou een idee te geven, het kan soms echt moeilijk zijn om die herhalingen bij te houden, heb ik voor mezelf een klein schemaatje gemaakt van hoe je dit moet haken. Je begint met rij 0, dat is echt die opzetrij. Dan doe je 1, 2, 3, 4 en dan herhaal je 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En zo ga je gewoon door en rij 29 is een herhaling van rij 1. En dan is het ook wel eens lastig om te onthouden waar ben je nou precies gebleven. En wat ik dan doe is ik trek dan door wat ik al gemaakt heb. Dus we hebben nu 0, 1, 2, 3 en 4 gehaakt. Dus ik ga nu weer beginnen bij 5. Dus ik 5 klaar heb, dan streep ik die door en 6. En als ik dan later terugkom, dan kijk ik naar dit lapje en denk van ja, waar ben ik nu gebleven? En dat is echt heel lastig uitzoeken. En als je dan op de verkeerde begint, ja, dan heb je echt, dan gaat je patroon gewoon in de mist. En dat wil je voorkomen. Dus als ik straks rij 5 heb doorgehaakt, dan streep ik die weer door. En 6, dan streep ik die door. En ook zoals ze zo in de matrix te zetten, kan ik ook makkelijk zien van, oh, 5 is een herhaling van rij 1. Want tegen de tijd dat je hier bij 23 komt, dan ben je eigenlijk een beetje kwijt van, ja, is dat nou een herhaling van rij 2 of van rij 4? Ik weet het niet meer. Dus op die manier kun je gewoon in ieder geval dit redelijk makkelijk uit elkaar houden van hoe jouw herhalingen zitten. Dus dit is gewoon een tip die ik je wil meegeven van, ja, maak voor jouzelf zo'n klein schemaatje. Hoef je maar 4 keer te doen voor jouw 4 vierkantjes. En op die manier kun je jouw herhalingen bijhouden, kun je fouten voorkomen en kun je precies weten waar je in het patroon zit. Dus ga zo door met rij 1, 2, 3, 4 tot je in totaal 29 rijen hebt. En dan kun je de rand eromheen haken. Ik heb nu 29 rijen gehaakt. Ik wil even controleren hoe het is met mijn proeflapje. Dus die haal ik er weer even bij. Ik leg mijn vierkantje erop. Nou, en hij past echt hartstikke mooi. Dus ik ben hier heel erg blij mee. Dus ik ga nu nog alleen de rand eromheen haken. En dat doe je precies hetzelfde als voorheen. Aan iedere zijkant haak je 26 vaste. En in de hoek haak je er 3. En bij iedere hoek, de middelste van jouw 3 vaste, zet daar even een draadje dat je makkelijk de hoek kan terugvinden. Dus ga helemaal rond, haak 26 vaste aan iedere zijde en 3 in de hoek. En dan ben je klaar met je vierkantje voor deze week.